Ah, sorry man, die ging even mis. Oh, zeer onder druk. Zo, aflevering 58 van Avanti TV. En vandaag gaan wij praten met misschien wel de grootste talenten van Avanti, Lars en Pim Molijn. Ik heb met ze afgesproken op het pleintje waar zij opgegroeid zijn. Dus ik ben benieuwd naar hun verhaal. Mannen! Hallo! Hey al! Hey! Toevallig. Is die? Ja, goed. Zo mannen. Yes. Hier zijn we opgegroeid, hè? Ja, kijk waar het allemaal gebeurde vroeger. Ja, zeker. Wat weten jullie hier nog van? Nou, ik denk wel een hoop. Ik denk dat ik hier zo mijn eerste 12 jaar heb doorgebracht hier. En groot deels ook in dit speeltuintje. Ja. En wat gebeurde hier dan zowel in dit speeltuintje? Ja, er werd dan een paaltje opgezet, zoals ook daarachter gebeurde. Of er werd een balletje getrapt, of bezig met sport. En hoe snel wisten jullie dan dat jullie korfballers gingen worden? Nou, dat is natuurlijk wel met de paplepel ingegoten bij ons. Natuurlijk wel, ik denk dat als we het niet hadden gedaan, dat het een groter probleem had geweest dan als we het wel hadden gedaan. Nou, hadden jullie dus ook snel het idee, of werd het verteld door je ouders, dat jullie talentvolle korfballers waren? Nou, dat werd dus eigenlijk nooit echt... Meestal tegenovergestelde, ja. Dat omlaag getrapt? Ja, altijd, ja. Maar daar word je beter van, hè? Nee, dat is waar. Nee, het was vaker inderdaad dat er iets slecht ging dan dat er iets goed ging. Dat werd inderdaad vaker benoemd, inderdaad. Ja? Waren je ouders heel kritisch? Ja, die waren wel kritisch, ja. Vooral mijn moeder, inderdaad, ja. Nee, die wil nog steeds wel eens zeggen wat er allemaal wel niet goed ging in de wedstrijd, inderdaad. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg, hoor. En die paal, die was dan van jullie zelf? Die is niet door de gemeente neergezet. Ome Henk zet ook wel eens een paal neer hier. Ja, yes, klopt. Nee, wij woonden altijd hier. En Henk en Thijs en Riep en Aniek, die woonden inderdaad daar. Dus we pingden altijd even wat we gingen doen. En dan keken we wie even zijn paaltje hier neerzet en we gingen even balletjes gooien. Ja, dat was eigenlijk wel vaak een score als jullie naar buiten gingen. Ja, toch wel, ja. Ja, ook heel veel voetbal, maar ook wel redelijk ook vaak korfbal, ja, inderdaad, ja. Hey, en jullie band in je jeugd, waren jullie ook echt beste maatjes? Veel ruzie gemaakt, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, wel de nodige ruzie, maar toch ook wel beste maten. Want je bent altijd met elkaar. En hoe is jullie band veranderd in de loop van de jaren? Ja, ik denk eigenlijk niet echt. Ik denk dat hij alleen maar sterker is geworden. Ik denk niet dat hij in de loop der jaren heel veel veranderd is. Ik denk dat we van het begin eigenlijk al wel goede maten waren. Ja, want hoeveel scheelt er tussen jullie? Hoeveel jaar? Anderhalf. Anderhalf jaar, daar merk je eigenlijk niks van. Nou, niet heel veel, nee. Ik ben wel iets volwassener. Gewoon in mijn gedrag. En ik kan het nog wel eens gedragen als een kleuter. Maar zie je dan, dat is dan het enige wat ik zou kunnen noemen van dat leeftijdsverschil wat je merkt. Nee, ja. Precies. Niet, ja, want jullie hebben ook echt een vrij grote vriendengroep, hè, bij Avanti. Een heel belangrijk dingetje voor jullie ook, denk ik. Ja. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Hoe staan jullie daarin? Ga je daar veel mee om? Ik denk het wel, ja. Nee, wij zien elkaar denk ik wel 3, 4, 5 keer per week zo. Ja, nee, ik vind dat wel, vind het wel gezellig. Het is ook sinds kort, sinds wij ook allemaal naar de senioren zijn gegaan, dat ook die iets oudere gasten er ook bij zijn gekomen. Rupi en Steve, Lauwersen, dus nee, dat is, ik vind het wel gezellig, ja. Voetballen doen jullie ook op zondag? Ja, dat klopt, ja. Toe, ja. Ja, met die groep, balletje trappen met de gasten, ja. Leuk. Wij waren er een keer bij. Yes. Dus we hebben nog een paar vrienden van jullie gesproken. Zo, wat zie ik een knap jongetje met een bril, hè? Ja mannen, de betere vrienden van Lars en Pim, denk ik. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Hoe kunnen jullie Lars en Pim omschrijven? Nou ja, ik vind het twee hele grappige gasten, maar af en toe nemen ze je ook wel heel erg in de zijk. Soms laten ze hele vieze scheten waar je dan bij zit. Ja, voor onze vriendengroep, dat gaat echt alle kanten op. Je kan echt alle typen zitten erbij, zeg maar. Het zijn vrienden die je er eigenlijk altijd bij hebt in je vriendengroep. Ja, Jonah, op wat voor manier merk je dat het broers zijn van elkaar? Ja, ten eerste lijken ze nogal op elkaar in hun gedrag, maar ook in hun doen en laten, hoe ze eruit zien.
En het zijn gewoon ja, echt twee best wel dezelfde types. Al is Lars wel iets rustiger dan Pim, vind ik. Pim is echt druk en gek. En Lars doet het vaak wel wat rustig. Maar Lars die is wat sneakier. Die doet het op wat onopvallendere momenten, zeg maar. Ja, wie van de twee is nou het meest populair bij de meiden? Dan denk ik Pim. Maar die doet het er ook wel om. Lars heeft natuurlijk een vriendin. En Pim, ja, die is los. Gangmakers. Of meer de meelopers? Nee, echte gangmakers. Zeker. Ja, echte gangmakers. Ja. Ja. Als zij erbij zijn, dan... Je merkt echt dat ze er niet zijn, zeg maar. Ja. Wat merk je dan? Ja, dan is het gewoon... Een stuk rustiger. Ja, een stuk rustiger. Je hoeft minder bang te zijn. Je hoeft minder vaak achterom te kijken. Dat Lars weer geintje uithaalt of zo. Ja, mooie vriendengroep ze bij elkaar. Zeker. Ja, mooie vrienden. Ja, nee, dit is heel grappig. En ken je erin wat die gasten zeggen? Het zijn niet echt vrienden van ons trouwens, hoor. Nee, die waren daar toevallig. Ja. Nee. Inderdaad, alleen dat... Alleen de jongen met die bril. Ja, dat rode, dat kleine maar rode de rest keer niet. En jullie hebben eigenlijk best een mooie tijd gehad. Toen zijn jullie toch verhuisd. Ja. Klopt. Waarom was dat? Ik weet niet, ja, waarom verhuis je? We gingen toen gewoon in het Zuid wonen. Ja. Dus. Wordt daar nog steeds korfbald? Nou, ik denk wel minder. Ik denk dat de tijd van... toen wij hier weggingen, dat de tijd van buiten spelen toch wel iets minder werd. Dat wij allebei op de middelbare school zaten. Zullen we even naar die wijk gaan dan? Lijkt me een goed plan. Ja, dan is dit jullie oude school geweest zeker? Zeker ja. Yes, klopt. Mooie tijd hoor. Ook wel een balletje gegooid hier in de jonge jaren. Ja, konden jullie goed leren? Wel redelijk ja. Ja. Wat voor opleiding volgen jullie? Ik doe commerciële economie. Ja, ik doe ook commerciële economie, ja. Nee, klopt. Zo graag wil je op zijn broer lijken, hè? Ik zie het, ja. Enorm. Hey, we rijden eigenlijk een beetje het verlengde van dit stukje, is ook de straat waar Henk woonde, hè? Oma Henk. Yes, ja, klopt. Klopt. Wat vinden jullie van het feit dat hij de trainer is van jullie? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Ja, hij is niet echt onze trainer, want hij doet het eerste, maar hij is wel een soort van de trainer van de selectie. Ook geeft hij wel eens gewoon de trainingen en zo, dus we hebben wel veel met hem te maken, maar dat is wel leuk hoor. Nou, en dan... Eigenlijk rijden we nu een beetje uit jullie verleden, hè? Maar ja, eigenlijk wel, ja. Richting de nieuwe wijken. Klopt, ja. Hey, en daarover gesproken, als ik nou zeg over een jaar of vijf, wat willen jullie dan bereikt hebben als korfballer bijvoorbeeld? Ja, ik hoop dat over een jaartje of vijf die oude gasten wel eindelijk een keer even oprotten. Stevie en Jor en zo, dat ze ook een beetje plek maken in de selectie. Ja, van welke spelers in de selectie leren jullie nou het meest? Ja, de oudere garde heeft natuurlijk wel heel veel ervaring, maar spelers als bijvoorbeeld een Tom, die hebben natuurlijk ook Ahoy finale gespeeld vroeger bij Fortuna. Dat voor spelers kan je wel veel leren. Ja, jullie zijn nu eigenlijk nog spelers van Avanti 2. Pim, wat is dat voor team? Ja, een redelijk jong team met wel veel onervaren mensen die eigenlijk nooit echt, inclusief mezelf, die eigenlijk nooit echt... Op dat niveau gespeeld hebben allemaal mensen uit de derde of zelfs nog hoger. Marlon bijvoorbeeld, altijd heel hoog gespeeld. Die zit nu ook in de tweede, hartstikke leuk. En ja, een jong, onervaren team, maar wel heel gezellig. En ik denk ook wel redelijk talentvol, ja. Ja, presteren jullie nog wat? Of is dat ondergeschikt? Ja, het is een beetje een middenmootje. We zijn natuurlijk wel vaak spelers kwijt geweest dit seizoen aan het eerste, qua blessures en zo. Dus ik denk dat wel onze prestaties een beetje heeft belemmerd, maar ik denk dat we het aardig doen. Zo, zitten we. Hey, tijdens deze opnames zijn we even twee weken vrij geweest, hè? Geen korfbal. Hoe is dat voor jullie? Beetje leeg toch wel. Normaal ben je natuurlijk wel gewend dat je op dinsdag, donderdag aan het trainen bent naar een wedstrijd toe. En dan op zaterdag die spanning van die wedstrijd eruit spelen. En dat mis je wel. En wat doen jullie dan in een korfballoze... week of weekend? Ja, ik denk dat op zaterdag dat je gewoon lekker wat met je maat gaat doen. Afgelopen zaterdag zijn we bij Olivio gaan kijken, een voetbalpotje gekeken. Dus ja, je probeert je dag wel zeg maar een beetje in te vullen. Want je hebt eigenlijk op zaterdag heb je eigenlijk geen reet te doen als je niet korfbalt. Het is gewoon een hele vrije dag, een soort tweede zondag. En op zondag zijn we zoals jullie bij geweest, bijvoorbeeld een potje voetballen met die gasten om toch nog een beetje sportief bezig te blijven. Maar is het echt een depressieve tijd voor jullie of ook wel even lekker? Het is ook wel even lekker. Je hebt gewoon nu denk ik zo 2-3 maanden achter elkaar elke week gekorfbald. Dus het is ook niet erg om even een paar, twee weken even niks te hebben. En we hebben ook gewoon getraind. Dus op zich is het niet helemaal korfballoos. Ja.
Want voelen jullie als Avanti 2 ook de spanning om het kampioenschap van Avanti 1? Nou, de spanning misschien niet zozeer, maar het is wel iets waar je wel met heel de selectie naartoe werkt. Het is natuurlijk wel heel gaaf als we in de Corvo League 2 kunnen gaan spelen met het eerste volgend jaar. Ik wil eigenlijk eventjes een testje doen met jullie. Om jullie goed te leren kennen. Klaar, mannen? Zeker. Ja. Oké, wie is de verstandigste? Wie heeft de meeste humor? Wie is de meest onzekere? Ja? Ja. Allebei Pim. Ja. Vertel eens, Lars. Ja, ik heb niet echt de reden om niet sterk in mijn schoen te staan. En Pim misschien wel wat meer. Ja, Pim, jij zegt zelf ook Pim. Ja, ik zei zelf ook wel Pim. Maar het komt wel, het is niet dat ik onzeker ben, maar ik vind Lars komt altijd wel heel zelfverzekerd over. Maar wel vaak onterecht, maar hij komt wel vaak zelfverzekerd over. Oké. Wie is het liefst voor zijn zusjes? Ja, cute. Oké, wie heeft het meeste korfbalinzicht? Wie is het meest waardevol voor Avanti 2? Ja, dit vind ik niet verrassend. Wie lijkt het meest op zijn vader als speler? Daar twijfel je ook niet over, hè? Nee, zeker niet. En wat valt er vooral op? Welke vergelijking? Ja, techniek. Enorme trekpopperige lichaam. Belachelijke techniek. Kips om de kop. Dolle stier. Mijn vader was een goede korfballer, hoor. Ja, dat zeker. Maar wel een gekke. Ja. En jullie moeder heeft natuurlijk ook gewoon hoog gekorfbald met je vader samen. Ja, dus ik denk dat Pim wat meer van zijn moeder heeft. Nee, toch dat vrouwelijke. Ja, dat denk ik ook. Nagellak. Ja, dat precies. Deze. Haartjes in de staart. Nee, ik denk wel dat ik iets meer van mijn moeder heb, ja. Over wie wordt gesproken door de tegenstander? Over allebei, denk jij, Pim? Ik denk het wel, ja. Wat zouden ze zeggen dan? Ja, die molijntjes, daar moet je voor oppassen. Dat denk ik dat ze dat wel zeggen, ja. Wie van jullie is als eerst speler van Avanti 1? Ja, de logische keuze zou nu denk ik Lars zijn. Ja joh, ja, dat gaat hem nooit worden. Nee? Heb je geen vertrouwen in je broer? Nee, ik heb wel vertrouwen in mijn broer, maar geen vertrouwen in dat hij het voor mij gaat doen. Oké, wie van jullie heeft wel eens getwijfeld over de overstap naar een andere club? Durf je niet meer hoog te houden, Pim? Nee, ik denk allebei niet, maar dat doe ik wel zo. Oké, ben je wel eens benaderd door Nieuwkerk, Pim? maar je weet alles, hè? Daar weet ik niks van. Ja, dat dacht ik al. Jullie hebben wel inside information gekregen. Ik ben benieuwd wie die geleakt heeft. Maar ik heb een heel triest appje gekregen. Een half jaar, een jaartje geleden of zo. Of ik misschien bij dat treurige verenigingetje wilde komen spelen. Nou, dat zag ik niet zo zitten. Dus ook niet eens over nagedacht? Ja, ik heb daar niet over nagedacht, nee. En als Fortuna was geweest? Dan had ik ook niet gegaan. Wie is er trots op zijn broer? Lief. Denk al. Oké, stel dat ik dezelfde soort vragen of dit idee aan jullie familie voor zou leggen. Komen dan dezelfde antwoorden eruit, denk je? Denk het niet. Ik denk het misschien niet, nee. Wat verwacht je dan? Ik denk dat wij misschien wat objectief zijn. Nou, we kunnen het aan jullie laten zien. Ja, Lars en Pim. Ja, het zijn zeker natuurlijk verschillende jongens. Ja, wat moet je over je eigen zoon zeggen? Dat zijn natuurlijk de grootste karnes die er rondlopen. Ja, het zijn open jongens, eerlijke jongens, leuke jongens, spontaan. De overeenkomst is dat ze allebei wel heel, heel gedreven zijn. Lars is rustig, makkelijk, relaxed. Het komt allemaal wel goed, maak je niet zo druk. En dat is bij Pim wel anders. Pim is wat drukker en wat meer aanwezig, maar ook wel makkelijk. In het veld is het eigenlijk precies andersom. Lars is af en toe wat onbesuist en wild. En Pim is wat rustiger. Lars is wel denk ik iets completer tot nu toe, kan eigenlijk alle facetten van het korfbal goed mee.
is altijd iets langer geweest. Ik denk dat Pim er nu redelijk dichtbij in de buurt komt ondertussen. Pim was wel vroeger altijd al meer een aanvallertje en nu eigenlijk nog wel. Ze doen niet veel voor elkaar onder. Ze hebben allebei echt een goede kop erop. Ze kunnen echt tot het gaatje gaan op trainingen en in wedstrijden. Wanneer zag ik voor het eerst hun talent? Zij korfballen natuurlijk al heel lang bij Avanti. En ze hebben al die tijd eigenlijk, denk ik, alle selectieteams doorgelopen binnen Avanti. En dan heb je snel door dat die jongens wel eens ver kunnen komen. Nou, ik heb ze natuurlijk al trainen gegeven in de jeugd. En daar zag ik bij allebei wel dat ze in ieder geval sportief gedreven, een bepaalde techniek hadden. Daar zag ik wel dat ze in ieder geval ook wel konden korfballen. Ik denk dat vooral sinds Lars wat ouder is, wat rustiger, wat volwassener, is hij ook beter gaan spelen. Hij is beter coachbaar en hij wil heel graag leren en hij wil heel graag verder. En ja, daar zie ik nu wel van, ja, jij kan echt nog wel een eind komen. Bij Pim heb ik dat wel wat eerder gezien. Die was al gelijk technisch goed en rustig en coachbaar. Pim is denk ik wel eist heel veel van zichzelf. Dat is wel eens lastig voor hem. Daar heeft hij het zelf wel eens lastig mee. En ik denk als hij daar nog wat meer in groeit, dat hij zeker nog veel vooruitgang kan boeken. Altijd na de wedstrijd vragen ze wat ik ervan vond. En ik ben ook wel erg kritisch. Ja, goed, toch wat ik daarvan vind. En proberen ze ook wel iets mee te doen. Nou ja, als je ze nu ziet, dan zouden het wel spelers. Ze schurken nu gewoon eigenlijk allebei. En Lars nu wel wat meer nog dan Pim tegen het eerst aan. Nou ja, dat zou voor denk ik al een hele mooie prestatie zijn als ze allebei in het eerste terecht zouden komen. Ik denk dat zij zeker bij Avanti in één kunnen komen de komende jaren. Als ze allebei werken aan wat ze nog kunnen leren, dat ze dat allebei kunnen halen. Of het gebeurt is natuurlijk maar de vraag, dat ligt ook aan heel veel dingen. In top ligt bij Avanti. Het worden nooit geen Fortuna mensen. Als ik op korfbalgebied ga kijken, dan lijkt Lars wel het meest op mij. Persoonlijk denk ik dat Pim wel meer op mij lijkt. We waren vorige week bij GKV en daar was een trainer, Bart Drost heet hij volgens mij. En daar stond ik even mee te praten en toen had hij het over de bank van Avanti. Lars lijkt in het korfbalveld het meest op zijn vader. Lars lijkt het verreweg het meest op zijn vader. Ja, Lars ken ik wel denk ik, zegt hij. Want ik heb vroeger tegen zijn vader gespeeld, zei hij. En die schreeuwt ook altijd met zijn been naar voren. Bas kon dat ook met dat ene been vooruit. Ik had vroeger niet de beste techniek. Ik ben ook op wat latere leeftijd in de selectie terechtgekomen. Toen had ik op een gegeven moment wel iemand die zei, ja, ga nou niet 100.000 verschillende manieren schieten. Pak er nou maar eentje, misschien niet de mooiste techniek, maar die wel effectief was. Nou, dat bleek deze manier. De ongelukjes die Lars nu heeft, die heeft de vader ook allemaal gehad. Tegen een paal aanlopen. Meestal als er ergens inderdaad gekkigheid gebeurt, als ze tegen de paal aanloopt. Of als zijn been weer alle kanten uitsteekt. Of is net een trekpop, net als zijn vader. Pim, andersom, die lijkt in het veld wat meer op mij, wat rustiger. Ook wat meer een aanvaller. Ook in wat hij van zichzelf eist in het veld herken ik ook wel wat meer van mezelf. Pim moet blijven zien dat hij het vak niet moet dragen als het niet gaat. Maar dat hij zich dan in het vak moet dienstbaar stellen. Ja, wij hebben een familieband met elkaar en dat is natuurlijk, ik vind het niet heel lastig omdat het ook gewoon super makkelijke jongens zijn. Tuurlijk ook zijn ze nog jong, dus ze halen van alles uit wat je niet wil hebben dat ze doen. Zij gaan niet aan mij vragen op een verjaardag waarom ze niet in het eerste zitten, dat gebeurt niet, maar... Als ze dat willen weten, dan vragen ze dat bij Avanti op een goed moment en dan kan je daar prima met elkaar over praten. Ik moet wel zeggen dat ze allebei erg grappig zijn. Ze lopen altijd te geinen, te vervelen ook, maar ja, ik moet altijd wel heel erg om ze lachen stiekem. Dat sociale gebeuren is voor hen ook heel erg belangrijk. Grote vriendengroep. Ja, ik ben toch wel blij en groos op die jongens, ja. Lieve, fijne kinderen gewoon, ja. Ik vind jullie ervan. Ja, leuk filmpje. Mooie woorden van iedereen eigenlijk wel. Zeker, leuk.
Er zitten nog verrassende dingen in? Nee, niet echt. We zien je moeder, hè, die kritisch is, of daar even over gehad. Vinden jullie dat belangrijk, de mening van je moeder? Ja, natuurlijk. Maar ik vind het ook niet erg dat ze kritisch is en dat ze een mening heeft. Dat vind ik ook fijn eigenlijk. Kan je er wel mee. Ja, jullie kijken eigenlijk best vaak in de spiegel dan, over je spel. Tuurlijk. Oké, okay, maar ik mag wel stellen dat, dat we nog veel gaan horen van de Molijntjes. Ik denk het ook. Ik denk het wel. Niet van ons af. Top man, bedankt jongens. Yes. Ja, jullie bedankt. Hallo, ik ben Pim, 19 jaar. Ik speel in Avanti 2. Mijn grote voorbeeld is mijn broer Lars. En ik ben eigenlijk best wel heel onzeker. Ik ben Lars, ik ben 20 jaar. En ik ben die debiel die in het veld altijd met zo'n been schiet.